Hoeveel mensen ken je hier? Ongeveer. Eén. Hij kent één iemand. Meer dan 500 mensen kent hij niet. Maar hij doet het, hè? Ernst? Hij doet het. Hij geeft het toe. Ja. Ik ben een leugenaar. Ja, ik ben een stinker. Ja, ik ben een seksmaniak. Een overspelige seksmaniak. Een verkrachter. Een massamoordenaar. Respect, Ernst. Respect dat je dat toegeeft. En Ernst. Ernst, waarom? Waarom heb jij die dingen gedaan, Ernst? Weet het niet? Ik zal het u zeggen, Ernst. Dat was uw fout niet. Jij kon daar niks aan doen, makker. Jij moest wel. Jij moest zoveel, Ernst. Jij moest 's morgens opstaan. Hè? En nu wassen. En nu kleren aandoen. En in die kleren, Ernst, moest je naar je job. Want je moest een job hebben. En je moest hard genoeg werken voor uw baas, dat hem content was van u. Want je moest genoeg geld verdienen. Geld dat je mee naar huis moest nemen, naar uw vrouwke. Want je moest een vrouwke gevonden hebben, Ernst. Een vrouwke dat presentabel genoeg was om aan uw vrienden te laten zien. En dat vrouwke, Ernst, moest je gelukkig maken op manieren waar je 15 jaar geleden nog geen gedacht van had dat ze bestonden, Ernst. Met toestellen waarvan je niet wist wat boven of onderkant was. En je moest meningen hebben, Ernst, over dingen waar je geen zak van af wist. Je moest je zeker ervoor doen als dat je waard. Je moest daar, je moest daar, je moest zo, je moest zus. Jij moest zoveel, Ernst, dat je jezelf zei kwijtgeraakt. En zo zijn al die dingen kunnen gebeuren. Het is waar, hè? Ernst, ik heb een vraag aan u, Ernst. Al die dingen die jij moest... voor je naar hier kwam. Denk je dat je die van mij moet? Vraag het mij eens. Vraag mij eens luid en duidelijk. Wim, moet ik al die dingen van u? Wim, moet ik al die dingen van u? Ernst, godverdomme, maat. Oh, hier, Ernst. Ja. Ernst, Ernst, hoe voelt dit? Dit moment, hoe voelt dit voor jou? Heerlijk. Heerlijk. En het is waar wat hij zegt, hij liegt niet. Hij liegt niet. Je ziet het geluk en de bevrijding van binnenuit naar buiten stralen door zijn ogen. En dat gevoel. Het gevoel dat Ernst doet stralen zoals hij staat te stralen. Dat gevoel dat hij zelf benoemt als heerlijk. Dat gevoel, dat kan ik iedereen hier geven. Ja, het is waar, de geruchten die je hebt gehoord. Ja, Wim Helsen is een koning. Ja, Wim Helsen strekt zijn handen uit over de mensen. Ja, Wim Helsen geneest van het onzichtbare lijden. Ja, Wim Helsen doet het koren rijpen. Ja, ik ben geil. Ernst, moet nu helikopter Willy doen. Ik zou gaten in het plafond slagen, maat. Oh, Tante Rita, Tante Rita. Tante Rita. Tante Rita. Oeh, ça va, ça va. Ja, ja. Oh, wat een moment, hè? Oh. Even, Ernst, ik ga jou iets laten zien. Nee. Serge, Ernst en ik, wij kunnen niet veel zien door al die lichten die in onze ogen schijnen. Kan jij Ernst en mij eens zaallicht geven, alsjeblieft? Kijk, Ernst, kijk. Kijk, voilà. Dit is ons volk, Ernst. Zie je dat? U ook. Kijk maar eens rond. En want de mensen met wie u hier nu zit, dat zijn de mensen met wie u de rest van uw leven verder moet. Dus kijk maar rond. Ik zie hier en daar al mannen een top 3 samenstellen in hun kop.
Vrouwen die blijven naar mij kijken, precies. Slitjes. Oh, wat een moment. Ik wou dat mijn vrouw hier ook bij kon zijn. Dat zij dit ook nog kon meemaken. Heb jij een vrouw, Ernst? Ja. Is dat uw vrouw? Een prachtige vrouw, Ernst. Proficiat met uw vrouw. Bedankt. U ook proficiat met uw verschijning. Ik zal u met rust laten, moet niet bang zijn. Waarschijnlijk. Nee, hoe heet je vrouw? Ria. Ria? Nee, is dat echt? Wat heet u echt, Ria? Mijn allereerste vriendinnetje ooit, die heette ook Ria. Die hebben ze de keel overgesneden en laten rotten in het bos. Spijtigheid. Nee, maar ik heb u graag, Ernst. Ik vertrouw u. Weet je dat? Weet je wat? Zit u bij mij? Hier, kom. Hier zit u. Ja, Ernst is een goeie. Ik voel dat. Mijn intuïtie zegt mij dat. Ernst is niet het soort mens dat vanuit zijn eigen achterdocht of jaloezie dingen gaat projecteren op andere mensen om dan te gaan zitten roddelen. Zo zit jij niet in elkaar, Ernst. Nee. Jij bent niet het soort mens, Ernst, dat achter mijn rug zou gaan zeggen Wim Helsen heeft zijn eigen vrouw gemold. Dat zou jij nooit doen. En als ik mijn eigen vrouw gemold had, Ernst, dan zou ik ze toch zeker niet in 7 stukken snijden, in een kist steken en die kist overal mee naartoe nemen. Ziek idee is dat. De pony in uw kruis? Ja, en hier in het ziekenhuis zeggen ze dat ze mij nu moeten behandelen, anders ben ik misschien van alles kwijt. Oei, 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 oei. Blijft anders maar heel de week thuis. Nee, jullie rekenen op mij. Morgen sta ik er weer. Au, au, oe. Mijn linkerteelbal hangt nog maar mee een vliezeke vast.